Ja hoor. Heb ik 2 seconden een petje op mijn hoofd en ben aangehouden. Dit is toch wel de allerbeste BMW die ze ooit gemaakt hebben. Drivers Dream kijkers, zijn jullie klaar voor een nieuwe tearjerker? Want ja, pak de tissues er maar bij. Dit is er weer eentje. De laatste Mohicanen. Steeds meer, of we nou willen of niet, worden we dat digitale tijdperk ingeduwd met stekkers, elektrisch rijden. Ja, en bij BMW gaat dat natuurlijk ook gebeuren. En dit is de M2 CS, oftewel de laatste echte leuke M. Een echte CO2-uitstoter. Nou, dat doen ze aan de overkant trouwens ook nog wel aan hoor, bij Tata Steel, maar dat geheel terzijde. Ja, het is de CS. We noemen hem maar gewoon even gewoon clubsport, vind ik. We gaan eventjes een snelle rondloop om de auto doen. Snel, want het is behoorlijk koud. Maar goed, hij is in het zwart, Sapphire Black. Je hebt niet veel keuze als je een M2 CS wilde bestellen, want je had eigenlijk maar 4 kleuren. Blauw, Misano blauw, zilverwit of zwart. De carbon delen vallen misschien wat meer in het niet, maar er zit heel veel carbon op. Carbon dak, carbon splitter. Hier de spoiler, die is speciaal voor de CS gemaakt en het logo natuurlijk. En die velg hier, ook speciaal voor de M2 en dat is wel een optie overigens. Keramische remmen eronder. Je kunt ze ook nog in het goud krijgen. Ja, oké, dat moet je smaak zijn, maar ik zou het gewoon lekker zwart laten. Ik moet wel zeggen, ja, wat doet hij me nou toch aan denken? Ja, zo'n enorm opgepompt Michelin mannetje. Hij doet me een beetje denken, ja, de oude lul komt hij weer even, maar kennen jullie die serie nog? De Hulk? Had je Bill Bixby vroeger, dat was een brave huisarts. Ja, en dan dat draaide zijn ogen weg, hè? Dan werd hij groen. En net op het moment dat al zijn kleren uitscheurde, stond hij helemaal op onder hoogspanning. Nou, dat is dit eigenlijk. De M2 CS. Kijk, lekker analoog nog allemaal. Hè? Gewoon aan het trekken, dan gaat hij open. Dit zijn wel hele fijne sportstoelen. Hier ook nog de MCS logo om je te herinneren. En ja, er is nog heel veel lekkers van binnen. Kom op, we gaan aan boord. Zo, even mijn jas weg. En kijk eens wat we hier hebben. Ja, het eerste wat opvalt is dit enorme dikke stuur. Het is echt super dik. Maar helemaal van Alcantara, dus het pakt lekker goed beet. Hij heeft wat meer Alcantara in het interieur. Dit is wel heel raar, hè? Dat is een soort strook Alcantara met dan rode letters CS erin. Ja, clubsport. Maak het dan helemaal Alcantara, maar dat kon er kennelijk niet vanaf. En dit, is dit 1.0 of niet? Een echte originele handrem waar je aan kan trekken. Nou, dat geeft de burger nog moed, hè? Ja, 5 jaar oud is de M2 inmiddels en ja, toen die uitkwam was het een leuke sportieve BMW, maar hij miste met 370 pk wel een beetje ballen. Nou, dat heeft BMW 2 jaar later goed gemaakt met de Competition. Die kreeg 410 pk en die echte M-motor erin en ja, dat werd een veel betere auto ook meteen. En dit is alweer de laatste M2, eigenlijk het uitzwaaimodel, de CS, de clubsport. Ze hebben hem nog sportiever gemaakt, 40 pk erbij, dus 450 pk. Nou, ze hebben eigenlijk allerlei kleine aanpassingen gemaakt. Hè. De know-how die ze hebben, er wordt natuurlijk geraced met die M2, hebben ze allemaal gestopt in deze auto om er gewoon een ontzettend leuk bommetje van te maken, want dat is het. En niet zomaar een bommetje, nee, kijk alleen eens even naar die 2 ronde klokken hier voor me, de toerenteller en de snelheidsmeter. Ja, dat gaat allemaal verdwijnen. Daarin kun je zien dat dit een oud model in wezen is. En ja, ik vind het fijn. Ik vind het veel fijner dan al die digitale meters. Ik zal een oude lul worden. En wat maakt deze M2 CS nog meer speciaal? Nou, dat is dat die gelimiteerd is. Alleen, niemand weet hoeveel er precies zijn gemaakt. BMW zei, ja, we gaan er rond de 2000, 2200 maken, maar het is een beetje als de vraag groot is, dan gaan we er meer bouwen. Maar goed, het was 2020 een coronajaar, dus hoeveel er precies zijn geproduceerd, niemand weet het. Nou, laten we het eventjes op 2000, 2200. Het zijn natuurlijk niet heel weinig, het is niet het, oh, dit is nou een collectors item, want dat is wat je natuurlijk hoorde. Dat moeten we nog even afwachten. Ik heb even gewoon vanmorgen net op Gaspedaal gekeken en ik zag er gewoon in Nederland, stonden er gewoon 4 te koop en al iets gezakt in prijs. Dus met die restwaarde, ja, hij zal niet heel hard zakken, maar zakken, ja, dat doet hij echt wel hoor.
Maar goed, ik noemde al even het woordje de prijs. Ja, en dan hebben we het eigenlijk meteen met zijn grootste pijnpunt. Die M2 Competition die kostte 110 en deze is gewoon nog eventjes 30.000 euro duurder geworden. Dus 140.000 euro in Nederland met de BPM op Nederlands kenteken. Nou, kras dan nog even wat opties aan, zoals inderdaad dit stuur met Alcantara, de keramische remmen. En je gaat gewoon dik over de 150.000 euro voor een M2. Is dat veel geld? Ja, dat is bizar veel geld. Maar BMW zal geen moeite hebben om daar 2000 slachtoffers tussen aanhalings voor te vinden. Want BMW-liefhebbers met dikke portemonnees, ja, die zijn er in de wereld genoeg. Wat is nog meer bijzonder? Nou, wij hebben van de importeur de versie met 7 versnellingen DCT-bak mee, de automaat. Hij wordt zelfs geleverd met handbak. Nou, dan heb je hem wel 100% nostalgisch, hè? Een handrem, een handbak, analoge meters, lekker CO2-uitstotend. Ja, meer 90's dan dat gaat het niet worden vandaag. Ja, al die opgepompte spieren helemaal in dat zwart. Het is een BMW. Het is wel een beetje een Johnny-bak, hè? Nou, pas ons bij even aan. Muziekje erbij. Rijstijl. En gaat hij. Ja, 0 tot 100 dus. 4 seconden rond. En oh, hij gaat wel, hoor. Ja, en deze auto heeft standaard een M-Drivers Package aan boord. Dus hij is niet begrensd op 250. Nee, we kunnen all the way naar 280. Gaan we vandaag niet redden. Maar dat hij het haalt, we geloven het onmiddellijk van BMW. Ja hoor, heb ik 2 seconden een petje op mijn hoofd en... alleen aangehouden. Het is een 3 liter met 2 turbo's erop. Die geeft die 450 pk. Maar het geluid, ja, er zitten natuurlijk allerlei filters op. Die, ja, dat is tegenwoordig ook standaard natuurlijk. CO2 moeten verlagen, het geluid moeten verlagen. Veel schoner moeten zijn. Maar ja, het klinkt eigenlijk voor geen ene meter meer. Dus ja, de handel in allerlei sportuitlaten. En of het nou een Krapovitje zijn of Novitex of weet ik het wat. Ja, die gaat de komende jaren volgens mij alleen maar verder floreren. Omdat ja, ze klinken gewoon niet meer. Wat ik bij mijn intro natuurlijk zei, is dit de laatste leuke M? Ja, dat is natuurlijk volledig subjectief. Maar ja, dit hele kanaal is opgebouwd uit subjectiviteit. En als je het niet aanstaat, nou ja, dan ga je lekker naar een ander leuk kanaal. Is er niet, hè? Nee. Dus abonneer nou even op Driver's Dream. Echte puristen zullen zeggen, de laatste leuke M, die is natuurlijk al lang geweest. Want dit is ook al een blok met turbomotoren en ik wil een atmosferisch blok hebben. En een ander zal zeggen, ja, maar hij is nog analoog met metertjes en een handrem en dat komt niet meer terug. Ja, en wat krijgen we ervoor terug? Nou, we hebben allemaal gezien de M3 en de M4 met die mega nieren. Nee, daar ben ik ook geen fan van. Ik kijk nog liever naar een bos gepelde winteruien dan dat ik naar die nieren ga zitten staren. Anderen zullen zeggen, ja, maar de 1M, dat wat eigenlijk de voorloper van de M2 is, dat was de laatste echte BMW, want die was inderdaad met een handbak. En ja, maar ik vond hem gewoon niet zo mooi, die 1M. En dat vond ik met die M2 juist wel. En vaste Driver's Dream kijkers die zeggen nu, ho ho, wacht eens even. En die aubergine die jullie laatst hebben gereden, hè, die M8 Competition. Ja, dat vond Sjoerd toch een gaaf auto. Ja, dat klopt. Dat vond ik eigenlijk de allerleukste BMW en ook de mooiste. Ja, dit is natuurlijk een veel sportievere auto. Het is qua sportauto de beste BMW, want die M8 is gewoon te groot, te lomp, te zwaar. Beetje zoals Sjoerd. Wel gewoon mooi en ontzettend, ja, fijn, grote achterbank. Mooi ding om te zien. Alleen dit, de M2 Competition, ja, dat is gewoon... het allerleukste Bayerische bommetje wat er is. Het is gewoon hardcore, echt de meest sportieve BMW die ze de laatste 5, 6 jaar gebouwd hebben. Wassenaar, Wassenaar, Wassenaar. Kijk, we zijn in Wassenaar en ik moet weer even tanken. Dus dat gaan we natuurlijk even bij Junior Strauss doen. Een van de meest bekende BMW-rijders natuurlijk. Hij heeft die M6 GT3 en hij is natuurlijk aan een nieuw project bezig. Dus we gaan even bij hem kijken. Kijken wat hij ook van de M2 vindt. Is wel even leuk. Zo, deze heeft wat vierpower nodig. Even kijken wat erin gaat. Hey, Stuart. Hier, jongen. Ja. Wel vierpower, hè? Ja, wel vierpower erin, jongen. Hoe is het? Ja, goed. Ja? Hey, M2 CS.
mooi ding, man. Mensen, Junior Strauss, daar, toch wel een van de bekendste M-rijders van Nederland. Dit is echt een van de beste M's die je kan kopen. Is dat zo? Ja. Ja, jij kan het weten. Die M's tegenwoordig, die auto's zijn zo groot. Ja. Ze worden gewoon veel te zwaar. Ja. Dit ding is lekker compact, ja. Licht en veel power. Ja. Hey, en die M6 die van jou, die heb je nog of niet? Die heb ik nog. We gaan hem niet meer verkopen. We gaan een hele supercar collectie met stratengale raceauto's maken. Ja, want nou zag ik daar even jouw project van de 458's. Gaan we even kijken. Ja, kom, we gaan even kijken. Ja, Jun, jouw M6 GT3 kennen we natuurlijk. Je hebt meegereden in de challenge en daar hebben we nog even wat beelden van. Maar dit, wat is dit? Ja, dit is het nieuwe project, Sjoerd, de Ferrari 458. En die bouwen we om naar de GT2 raceauto. Dus we doen eigenlijk hetzelfde trucje als bij de M6. Ja. We pakken de standaard straatauto. Ja. Dan bij Motorsport de volledige racebody kit. Ja. En maken zo een straatlegale raceauto. Ja, straatlegaal. Dit mag dadelijk gewoon de weg op. Ja. En ja, dan weet ik al, iedereen die thuis zit te kijken, die denkt, hoe kan dat nou met zo'n grote vleugel? Ja, daarom hebben we voor de GT2 gekozen, want de GT3... Ja, die steekt nog meer uit. Die steken achter de auto uit en dan krijg je nooit straatlegaal. Hey, en ja, alles carbon fiber, maar je bent nog niet helemaal klaar als ik het zo zie. Nee, dat klopt. Maar het belangrijkste hebben we op de auto. De wielophanging van de raceauto zit erop. Ja. De centrale wielmoeren. En we hebben de hele carbon fiber body kit. Ja. En dat is alles... natuurlijk de belangrijkste dingen. Ja, daar ben je wel even... Want je bent al even bezig volgens mij, hè? Ja, ik heb hem precies een jaar geleden gekocht. Ja. De laatste dag van 2019. Dus we zijn nu al een jaartje aan het bouwen. Hij heeft natuurlijk een tijd op de boot gestaan. Ja. Maar hij moet... voor april moet hij rijden. April? Ambitieus, als ik zo kijk. Hey, en het blok zit erin. De bekende Ferrari V8. Ja. Zonder turbo's. De laatste. Atmosferische. Ja. Ja. Dus, ik denk ook dat die Ferrari 458 wel in waarde gaan stijgen. Dat zie je eigenlijk. Ja, hij daalt niet echt. Dit is gewoon de laatste met een mooi geluid. Ja. En we maken hem eerst even rijdend. Dan moet hij natuurlijk nog naar de RDW voor het bekende kenteken. Ja. En daar gaan we nog even aanpakken, dat die lekker klinkt. Ja, hij gaat nog wel iets... wat heeft een 458? 570 pk? Dus ja. Ik denk dat hij nog wel iets meer gaat krijgen dan. Probeer hem bij de 700 te krijgen. En hoeveel kilo gaat hij wegen uiteindelijk, denk je? Ik denk uiteindelijk 1400 kilo. Dus dat is ongeveer 700 kilo lichter dan de M6. Ja, dat is wel een zware jongen. Ja. Hey, maar buiten staat die M2. Ga er eens even een blokje bij rijden. Ik en ook de Drivers Dream kijkers willen gewoon even kijken wat jij ervan vindt. We gaan even knallen. Hop. Zo, we gaan Wassenaar even onveilig maken. Zo. Wat een lekkere auto is dit toch. Ik heb in alle M's gereden die er zijn. Toen ik 16 was, kreeg ik van mijn pa een BMW E30 M3. En dat was natuurlijk voor die tijd was dat een geweldige auto. DTM hebben ze ermee gereden. En over de jaren werden al die M's steeds zwaarder. En dat was jammer, want ja, daar wordt die auto toch gewoon een beetje log van. En BMW, het is groen. Zo, lekker dit zeg. Oh, blijft gewoon wielspin houden. wat fijn dit zeg. Maar ja, die auto's worden allemaal gewoon steeds zwaarder. En nu hebben we eindelijk weer een BMW, een M, met veel power. Hij is licht en hij ziet er ook nog goed uit. Ja, die 6-in-lijn motor, die kan natuurlijk beter klinken. Maar ja, anno 2021 met al die filters die erin moeten. Een Acra-uitlaatsysteempje, dat heeft deze auto natuurlijk wel echt nodig. Hoppa. Het probleem met alle moderne auto's is dat er geen remkoeling meer op zit. Vroeger had je nog mooie air ducts vanuit de voorbumper die nog een beetje koeling naar de remmen brachten. Dus als je deze auto nou koopt, neem dan alsjeblieft wel de optie met keramische remmen. Want anders ga je dat echt merken dat je een zacht pedaal krijgt op de bergweggetjes. En met die carbon ceramics heb je dat probleem niet. Alle BMW's hebben toch wel een beetje dezelfde motorkap. Een grote vlakke motorkap zonder te veel lijnen erin. En bij de CS hebben ze lekker de motorkap van de raceauto gepakt. Er zit de luchtuitlaat op, hij is helemaal van carbon fiber. En als je in de auto ziet, dan zie je die kekke lijnen erin zitten. En dat maakt het sportief. Lekker hoor.
Jongens, in mijn opinie, dit is toch wel de allerbeste BMW die ze ooit gemaakt hebben. Woe. Nou, ik geef hem maar weer terug aan Sjoerd. Want die zou ook wel denken, we blijven jullie. Ja, dit was leuk, hè? Dit was gaaf. Ja, maar het is... Kijk dat ik er even in mocht rijden. Nou ja, graag gedaan. Ja, ik vind het echt een van de allerleukste BMW's van de laatste jaren die er gebouwd is. Het is het zeker. Ja, gaaf. Ander uitlaatsysteempje erop. Dat is wel nodig, hè? Ja. Ja. Gooi hem even door de wasstraat? Ja, hij is lekker schoon. Mag ik hem even door de wasstraat? Ja, gooi hem er doorheen. Nou, dankjewel. Hey, wij gaan hem schoonmaken. Dit was Driver's Dream. En ik zie je de volgende keer.